Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Eerst even dit. Ik ben vandaag nog nooit zo snel gegaan van... wel, godverdomme, naar... Oh, ik had het verkeerd gelezen. Hier, dit bericht van vanmiddag. Chatbots maken boekenweekgeschenk. Jezus, Mina, er zijn toch gewoon genoeg goede schrijvers in Nederland? Oh, wacht even, er staat Chabots. Oh. Oh. Maar er zijn toch gewoon genoeg goede schrijvers in Nederland? Nee hoor, leuk. Hartstikke leuk. Zin in. Nou, dan. De verkiezingen komen dichterbij en steeds meer politieke partijen maken hun kandidatenlijsten bekend. Vanavond kwam NSC van Pieter Omtzigt met de lijst. Die werd op een aparte manier gepresenteerd. Dat zie je hier. Via een A4'tje van Kajsa Alonso. Hier, kijk maar eventjes. Kandidatenlijst, Pieter Omtzigt. Gekke keus. Hele gekke keus om het zo te doen maken. En eerder vandaag verscheen al de lijst van de SGP. Nou, Kees van der Staaij is natuurlijk weg. En op nummer 1 staat nu Christoffer uit Elspeet. Nee, Chris Stoffer. Ja, dat is zijn hele naam. Ja, dat is traditie. Bij streng gereformeerden wordt vlak na de geboorte vaak een voornaam doormidden gehakt. Dat wist niemand. Ik zal de rest van de SGP-lijst er even bij pakken en voorlezen. Want die heb ik hier. Eens even kijken. Het zijn 44 namen. Nou, daar gaan we. Chris, Diederik, André, Nathaniel, Wouter-Jan, Harry, Henk, Dick, Jan, Rodi, Adriaan, Harm-Jan, Maarten, Wim, Lea, sorry, Leo, Johnny, Hans, Ewart, Geert, Joost, Jan, Tom, Leendert, Gert, Tom, Wim, Steven, Petra, sorry, Peter, Arjan, Lubbert, Rick, Henk, Arnold, Lambert, Laura, sorry, Laurens, Bertrik, Hendrik, Gert, André, Ruben, Bernard, Daniel, Leendert, Suzanne, sorry, Arnoud. En wat valt op? Kijk eens naar die hele lijst. 0 mensen uit Noord-Holland of Limburg. Lekker divers weer, SGP. Nou, de PVV dan, die maakte gisteren de lijst bekend. Die ga ik niet helemaal voorlezen. Maar de kritiek is natuurlijk vaak dat er niemand van kleur op de lijst staat. Maar dat klopt niet. Kijk maar, nummer 15. Reinder Blauw. Nice save, PVV. Wat ook opvalt is de nummer 3, Rachel van Metelen. Die is nieuw. Ze heeft geen politieke ervaring, maar wel een heleboel poffertjeskramen. Hier, de poffertjessalon. Kun je dan denk ik je poffertjes laten knippen? Weet niet. Nou, het is best wel leuk om door al die kandidatenlijsten heen te scrollen. Hier de nummer 5 van D66, Joost Sneller. Hij is hardloper en hij was democratiseringsadviseur in Myanmar. Nou, lekker gelukt. Hè? Ik weet niet of ik dat op mijn cv zou zetten. Ja, verder was ik nog daminspecteur in Libië. En ik deed quality control bij Van Moof. Deze ook nog. De nummer 14 van de BBB, Alexander Hendricks. Hier, check. Ik ben opgegroeid in Meidrecht en momenteel heb ik een leuke vriendin. Wat doe ik momenteel daar? Maar goed, die nadert ook alweer de 30. Dus ja, ik zeg stem op mij en we zien wel eventjes. Oké, nou, ik ga even stoppen met die lijsten. We gaan verder met de herfst. Die is nu echt begonnen en dat merk je aan alles. De kastanjes komen uit de grond, de bladblazers komen uit hun holletjes. En de eerste zorgverzekeraar heeft de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Recordverhoging zorgpremie DSW, €11,50 extra per maand. DSW is altijd de eerste. En daarom mag de directeur van DSW ook elk jaar op het journaal uitleggen waarom het weer duurder is. We hebben een grote arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Voor 2021 krijgen we een premieverhoging van €6,50 per maand. Niet zozeer de betaalbaarheid van de zorg, maar vooral de uitvoerbaarheid van de zorg. Het is echt wel de hoogste premiestijging ooit. Dat we voor het eerst echt een kostendekkende premie hebben. Ja, en als ik dit zie heb ik eigenlijk maar één vraag. Waar was dat schilderij in 2020? Was het in quarantaine? Was het in bruikleen bij Interpolis? We weten het niet. En dat die premie zo hard gaat stijgen, dat komt door een paar dingen. Lonen voor zorgpersoneel zijn gestegen. Dat geld moet ergens vandaan komen. En er is meer vraag naar zorg door de vergrijzing. We worden allemaal ouder. Ik doe daar zelf ook aan mee, geef ik eerlijk toe. En volgens hoogleraar interne geneeskunde Marcel Levy is er nog een derde reden, duurdere behandelingen. Want wat is de grootste drijver van de zorgkosten? Dat is nieuwe en betere behandeling voor patiënten. Met hartkwalen, met kanker, met neurologische ziekten. Precies, die hoge zorgpremie die is niet leuk, maar de oorzaken ervan zijn wel leuk. We worden steeds ouder, jee. Zorgpersoneel krijgt beter betaald, jee. Er zijn betere behandelingen, jee. En door al die dingen stijgt de premie, nee.
Maar het is natuurlijk wel vervelend dat de premie zo duur wordt. En ja, hoe jullie dat gaan ophoesten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel hoe ik het ga betalen. Ik heb ter compensatie van de stijgende zorgpremie heb ik dit schilderij gejat. Yes! Pak het groot kapitaal! Dit was vandaag, zometeen gaan we online gokken. En KG JP Pellemans is de gast. Maar eerst nog even dit. Woehoe! Bent u niet meer in staat om voor uw huisdier te zorgen? Breng hem naar Dierenasiel en Grillroom in Den Grote Viervoeter. Altijd plek. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.